Ja, Michel, zijn op de Landsaard, karten met de kleinkinderen, wintercup nog. Maar ja, Formule 1 is natuurlijk al 3 races onderweg. Hoe heb je dat vanmorgen beleefd? Voor Max was het snel klaar. Ja, dat gebeurt een keer. Nou ja, Max er zelf ook. Het is een technische sport, dus het is alleen een ding wat natuurlijk niet zoveel gebeurt. Kijk, een motor of versnellingsbak, à la. Maar ja, wat er precies aan de hand is, misschien zit het in het kerstsysteem. Misschien is de olie gaan lekken, de remolie. Dus dat zullen we nog wel horen, maar dat was natuurlijk een ding wat eigenlijk niet echt hoeft te gebeuren. Ja, want je gaat natuurlijk met zo'n hoge snelheden, als je dan als coureur in de auto zit en ja, je remmen is iets mis mee. Hoe zit je dan in de auto? Ja, niet fijn. Ja, niet fijn. Kijk, gelukkig is het achter. Dat scheelt echt 80%. Want je remt achter niet zo hard, dus als die uitvalt, dan kun je vaak nog wat redden. Dan blokkeert wel weer heel snel de voorkant, maar goed, de mazzel was het eigenlijk dat Max het betijds door had. En zag het natuurlijk ook in de spiegel, dus want ja, vol ergens de muur in gaan zonder te remmen is wel heel link. Wat vond je van de rest van de race? Ja, spannend en niet spannend. Het was natuurlijk wel grappig. Teleurstellend is natuurlijk wel weer Perez. Die rijdt in een goede auto. We weten niet hoe goed of hoeveel beter die is dan de rest van de auto's. Dat is nog maar de twijfelachtige zaak, want ik denk dat Max zo goed is. Maar die had beter moeten presteren. En ja, voor de rest was het duidelijk natuurlijk. De Ferrari is wel weer dicht bij de Red Bulls. De laatste ronde zagen we nu een crash van Russell. Na wel of niet een breektest van Alonso. Hoe zie je dat? Ja, nou ja, de data wijst het uit natuurlijk. Hè. En de FIA kijkt natuurlijk naar de data en die ziet dat. Het rempedaaltje ineens wordt ingetrapt. Dat kon je ook zien op zijn dashboard. Dus het was voor iedereen zichtbaar. En of hij dat nou expres heeft gedaan. Het is niet het type erna eigenlijk. Het is een moordenaar op de baan, maar niet in letterlijke vorm. Dus Ik vind het raar dat het gebeurd is, maar we zullen kijken of hij straf krijgt. En als hij dat gedaan heeft, ja, dan vind ik dat straf moet hij dan wel krijgen. Want het was niet echt nodig dit. Als we voor Australië kijken, die eerste 2 races, Bahrein, Jeddah, dan ja, stak Max er wel weer met kop en schouders bovenuit. Hè? Ja, maar je ziet ook, hij gaat van start en soms heeft hij in die eerste 2 ronden al 2,5 seconden voorsprong. Dat is omdat hij gewoon beter beoordeelt de krip die er dan is. En dan laat de rest toch een beetje liggen. Want dat heeft niks met de auto's te maken. Het ding is niet zoveel sneller. Maar dat is gewoon toch zijn rijderscapaciteit. Dus dan is het eigenlijk voor de rest van het jaar ook niet spannend meer als die Red Bull gewoon heel blijft? Nee, ik denk dat hij gewoon alles weer gaat winnen. Want we moeten rijders hebben die een stukje beter worden. Ik denk dat de gemiddelde rijder allemaal het niveau van Perez heeft. Leclerc, Perez, dat is één groep. Die zijn eigenlijk de klasse B. En Max is klasse A, er is alleen maar eentje van.